Selamat datang kembali di YouTube channel Keluarga Cuma. Hai, Keluarga Cimara di Belanda. Nah, wat gaan we doen vandaag, Tia? Paasbrunch. Het is vandaag eerste paasdag. Ja. Het zijn twee paasdagen. Ja. Dus we kunnen twee keer genieten. Maar vandaag gaan we lekker een brunch maken. Ja, en wat gaan we maken dan? Heb je een idee? Ik heb geen idee. Nee, Frank heeft geen idee. Ik ben benieuwd. Ja, dat is mijn afdeling. Nou, aku mau buat beberapa hapjes. Hapjes itu kayak semacam snack gitu. Sama aku mau buat chia pudding. Ya, susah ya. Bisa heel moeilijk. Nah, dan ga ik dat doen. Dan jij gaat de andere dingen doen. Misschien snij je die dan? Ja. Oh, en waar is jouw... Onderplank? Oh. Mama! Waar is de onderplank? Hier is de onderplank. Hi, Michael! Hey, Michael! Ja! Michael, rij wel toe. Is de Michael ons houden? Ja, ik moet even een schone luier hebben. Ah, oké. Okay. Uitgepoept. Ja. In de luier. Hm? Zo, ik neem even een kopje koffie hier als je. Ja! Frank, een kopje doen. Je komt de koffie uit straks. Ja. Kijk. Nou, alsjeblieft. Kop koffie. Genieten. De brandstof voor de dag. Hè? Ja, inderdaad. Dat is heel erg belangrijk voor jou, hè? Ja, zeker. Nou, in ieder geval. En je hebt hier, Nee! Mag ik één hebben? Lekker framboos, niet boos worden. Hoe boos? Hamboos. Zo boos. Mag ik ook een stukje? Moos? Framboos. Dank je. Hoe boos? Framboos. Hoe boos? Losja Joos. Framboos. Niet ze meer eten, papa. Oh, papa vindt het lekker. Een laagste. Maar ik wil ook nog een stukje. Maar ik vind het ook lekker. Ja. Linker, beide. Rechter, linker. Hij is sneller. Rechter, linker, beide. Nee, ik kan niet sneller. Rechter, rechter. Linker. Beide. Rechter, linker, beide. Rechter, linker. Ik snap het niet zo goed. Oké. Rechterhand, eerst rechts. Rechts, klap, links, klap, beide. Ik weet het niet. Ik heb een keer of haar geslaan. Haar vogelen. De hele tijd weer. Nog een keer proberen. Rechter, linker, beide. Ja! Nog een keer. Vind ik goed. Rechter, linker, beide. Ja, sorry. Linker, beide. Jij kan stellen omdat je die pijn hebt. Ja, daar moet ik me oefenen. Yes. Michael kan vast ook leren. Zelf opzetten. Straks, hè, Mike? Ja. Doe je ook, hè, Mike? Nah, anak-anak lagi main sama papahnya di sana. Ini aku lagi siapin topping untuk roti baketnya. Nah, ini kayak gini. Ini ada aku pakai butter sama jamur. Lalu mau aku kasih petersilik kering. Kayak gini. Terus aku kasih sedikit garam deh. Ini aku punya croissant coklat, tapi yang dari freezer. Ini tinggal aku nanti masukin ke dalam oven. Jadi jadi deh. Ini aku nggak tahu berapa menit. Oh, 15 menit. 185 derajat. Ya. Di sini tuh sebenarnya kayak buat kayak. Nah, ini aku udah nyiapin. Ini ada telur rebus. Terus ini ada baby slaw, ini aku mau buat salad pakai alpukat sama
parmesan khas, terus honey sama mayones. Kalau ini aku udah buat chia pudding, nanti dikasih buah-buahan, lalu roti. Ya, parmesan kita matang, aku mau buat mau motongin roti. Habis ini. Rasa? Rasa mau bantuin mama? Pakai dundan. Snyder. Oke, pakai Snyder. Hudan, hudan. I think mood so. Hier, hallo. Kan het? Het is lastig hoor, hè? Zo. Het is lastig hoor. Ik zal dit doen. Probeer maar. Als het kan. Zal ik het zo doen? Zo? Zo. Ja, doe zo. Als je tangannya kepotong. Zou ik eerst het doen voor jou? Nee, lastig hoor, hè? Niet. Niet doen. Ik kan helpen. Eerst zou jij een stukje. Ja. Oh, ini udah matang? Iya. Yuk, kita mau angkat dulu. Iya, nak. Kenapa, sayang? Kami di Snyder. Kenapa? Mau itu coba? Ya, coba satu. Pakau pufa? Enak gak? Pakau kenci pufa? Kasih. Heerlijk. Dank je. Itu anak-anak sibuk nyobain jamur. Mereka suka banget. Mereka suka banget jamur. Jadi kalau kita lagi brunch gini, kita pasti buatnya yang kecil-kecil. Makasih, Sarah. You're welcome. Sama-sama, Mama. Sarah, buat jus jeruk, Sar. Sinus apple sap, Sar. Maka. Kan ini datu? Sinus apple maken. Oke. Sinus apple maken. Kan zo meteen sinus apple sap maken, ja? Ja. Papa gaat de sinus apple even snijden. Dan kan jij ze eventjes... Ja. Udah, Ros, masukin ke sini, Ros. Heb je alle twee gedaan, Ros? Of één? Maar. Mau kasih lihat gimana kita buat salad untuk brunch kita. Nah, ini ada baby sla. Lalu aku kasih alpukat, aku potong kayak gini. Dan ini agak keras jadi nggak aku ambil. Lalu, adek, jangan gitu dek, nanti jatuh dek. Sama yang kedua itu? Ya later ya, makan sama itu, oke? Apa tidak? Ini parmesan cheese. Is altijd lekker in salade. Ya, sepotong kayak gini. Lalu buah delima. Granaat apel. Ya, granaat apel. Kukasnya kemarin kedinginan, jadi dia agak
Nabukuri. Lalu. Mayonnaise. Helemaal abis nih mayonnaise. Het is bijna op, zei ik. Goed idee. Sorry, maar niet gebruikt. Laat dan een schintje. Ja! Dus je doet, maar doe. Honey. Yang terakhir. Kacang pistas. Ja. Dit is favorietnya anak-anak sama Fran. Ke markt gekocht. Ya. Kita beli di Maret kemarin. So, tada. Ini satu udah jadi, nanti kita tinggal buat. Wat is er, Bob? Kijk mama, volgens mij heeft Sarah zo net een tekening gemaakt. Hoe dan? Over Pasen, kijk eens. Wat heb je gemaakt, Sarah? Ik heb ook iets gemaakt. Heb je ook gemaakt? Dit is een kunstwerk. Dit is een kunstwerk, ja. Gaan we laten even zien. Ik heb een kunstwerk. Die is van Rosa. Deze is van Sarah. Wat heb je gemaakt, Sarah? Dit is een kunstwerk. Wacht even hoor. Wacht even, is dat Sarah? Wat heb je gemaakt? Een paashaas. Een paashaas. En je hebt er ook nog bij geschreven, zie ik. Wat heb je opgeschreven? Pootje van de paashaas. Ja, en de paashaas die brengt eieren. Mag ik ook ze? Geverfde eieren, maar het liefste chocolade. En wat heb jij gemaakt, Rosa? Kunst. Ook kunst? Paaskunst? Dit is ook een kunstwerk. Ja. Dit is gewoon gekleurd. Ja. Dit zijn paaseieren. Paaseitjes, ja. En dit is gewoon gekleurd. Dit zijn ook paaseitjes. En dit is een hele regenboog. Regenboog, wow. Rainbow. Dat is mooi. Mooi gedaan hoor. Goed gedaan hoor. Prachtig. Deze leek op een hartje. Eigenlijk lijken ze allemaal wel een beetje op een hartje. Mooi hè? Ja. Klein. Zo, dit is klaar. Nah, ini aku mau buat roti pakai jamur. Ya, ik heb stokbrood gemaakt en dan met een truffel. Mayonnaise. En daarna ik ga ook een parmesan kaas boteren. Sekarang kita kasih parmesan cheese. Wat heb je daar? Oh, dit is een koriander blad. Stokbrood. Dengan mayonaise truffle dan jamur sama parmesan cheese. Hoe kunnen we weten wat onze plaatsen zijn? Door deze kaartjes die jullie hebben gevonden. Wat heb je voor kaartjes gemaakt? Een papa ei, een mama ei en een eieren voor Rozen en een paas ei voor mij.
Deze is voor? Mij. Deze Rosa. Is voor? Rosa. En heb je ook nog even papa? Ja. Laten zien. Jullie hebben één omdat... Maar ik noem ze speciaal omdat jullie speciaal zijn. Oh, lief. Daarom hebben jullie ze gekregen. Oh, dank je. Wel, alsjeblieft, papa. Sate. Ini namanya sate salade. Di sini, nah ini dimakannya pakai roti. Nah, aku kasih kayak gini. En deze sate salade was een van de eerste dingen die ik jou ooit gegeven heb. Ja, dat klopt. Ja, jadi waktu pertama kali aku ke rumahnya Frank. Waktu kita masih dalam masa perkenalan. Nah, Frank tuh kasih aku ini pakai toasties, yeah. Pakai roti kering gitu ya sayangnya. Iya. Yeah. Terus dimakan berdua pakai tengah malam ya enggak sayang? Het is waren in de avond toch? Ja. Het is avond eten van ons. Ja. Ja, jadi makan malam kita waktu pertama kali itu adalah sate salade met toasties. Ja, maar nog steeds een favoriet. Ja, nog steeds ons favoriet, inderdaad. Papa is een pannenkoek. Gaan wij even kijken waar Michael is ondertussen. Wat doe je, Michael? Wat doe je, Michael? En heb je er al zin in, Sarah? Ja. Ziet er lekker uit? Ja. Da, kwak, kwak, kwak. Ik heb dat zin in. Heb je daar zin? Gerookte zalm? Ja, dit is een gerookte zalm. Met mayonaise. En dan een stukje ei. Oh, lekker. Ja, anak juga suka banget. Ja, wat we gaan maken. Ik wist dat ook, maar ik was de naam vergeten. Oké, sinaasappelsap. Ja. Oh, eens kijken hoeveel er al in zit. Ja. Zie je dat? Mm-hmm. Dat gaat snel, hè? Mag ik eens? Ja, mag ik eens. Zo, en dan gaat het eerst even in een glas doen. Nee! Ja, wat er nu in zit, kunnen we al even in een glas doen. En dit is ook zo lekker, jongens, dit. Wil je dat proeven? Ja. Wil je dat ook proeven? Ja. Zo.
lekker, hè? Ja. Vind je nog meer? Ik vind het niet zo lekker. Jij vindt het niet zo lekker? Want ik vind het raden niet zo fijn. Oh. Nou. En de vel. Ik ga even de glazen pakken. Want ik denk dat we al een glas hebben, hoor. Wil je er even aan vouwen? Eeuw. Lekker, hè? Nah, anak-anak masih sibuk buat jus jeruk. Ini aku mau kasih lihat. Kita udah buat apa aja untuk brunch kita hari ini. Nah, ini ada ini chia pudding pakai fresh fruit. Terus itu croissant coklat. Nah, ini salad sayur yang kita suka makan buat lunch. Ini roti mushroom. Nah, ini ada macam-macam roti sama ini croissant isi strawberry. Ini kelar, Por? Iya. Iya. Udah lapar belum? Happy hunger, Liver. Iya. Emang itu buka? Indonesië vieren jullie eigenlijk geen Pasen, toch? Nee, we vieren niet, helaas. En natuurlijk, mensen die met christelijk geloof, dan vieren ze wel de Pasdag. Maar met mijn familie niet. Nee. Maar hier in Nederland, iedereen is ook vrij, hè? Ja. Eerste Pasdag is altijd op een zondag. Ja. De tweede Pasdag is altijd op de maandag. Oké. Okay. Dus betekent dat elke jaar verschillende datum? Ja. Lekker, pa? Echt lekker met verse vruchten erin. Nah, biasanya Frank gak mau makan itu karena dia gak suka siasat. Tapi hari ini aku pikir, oh ya ini pas dah harus cobain makan yang aku buat. Jadi hari ini dia cobain terus dia suka deh. Vrolijke Pasen en tot volgende keer! Nou, wij wensen voor onze familie en vrienden vrolijke Pasen. Vrolijke Pasen en hopelijk samen volgend jaar. Dag!